een van de grootste medische problemen ter wereld is antibiotica-resistentie. We hebben in de jaren 40 antibiotica uitgevonden en dat was een van de grootste medische revoluties uit de geschiedenis van de mensheid. We konden eindelijk dingen zoals cholera oplossen. Maar nu is dat tijdperk ten einde aan het raken. Steeds meer bacteriesoorten worden resistent tegen antibiotica. Een infectie met een resistente bacterie, bijvoorbeeld een blaasontsteking, kan daardoor binnenkort weer levensgevaarlijk zijn. Drug-resistant bacteria are one of the most serious public health issues that we face today. By the year 2050, which is not so far away, we will have more people die from antibiotic-resistant infections than die currently from cancer. Het is zo ontzettend belangrijk voor onze geneeskunde dat wij ook daadwerkelijk alles op alles moeten zetten om hier schot in te krijgen. Maar er is misschien een alternatief. Bacteriofagen, of kortweg vagen. Bacteriofaag betekent letterlijk bacterieeter. Het zijn virussen die bacteriën doden. De hoop is dat we deze virussen kunnen inzetten om antibiotica-resistente bacteriën uit te schakelen. Vagen zijn een natuurlijke vijand van bacteriën. Overal waar actief groeiende bacteriën zijn, zijn nog veel meer vagen. Een vaag is een klein virus dat alleen een specifieke bacterie infecteert. Het heeft een kop die DNA bevat en een soort staart. Met deze staart bevestigt hij zich aan de buitenkant van de bacterie en injecteert vervolgens het DNA uit de kop in de bacterie. Dat DNA produceert weer nieuwe vagen en die zorgen ervoor dat de bacterie uit elkaar barst. Die ontsnapte vagen vallen dan weer andere bacteriën aan. Ik ga op bezoek bij verschillende wetenschappers en instituten om meer te weten te komen over vagen. We zijn nu bij de KU Leuven in België om op jacht te gaan naar vagen. Want hoe vind je een vaag? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste vaag geïsoleerd hebt, zodat je er een medicijn van kan maken? Met die vragen ga ik naar Rob Lavigne, een microbioloog. Samen met hem gaan wij op jacht naar vagen. We lopen nu naar de rivier toe en dan gaan we daar zoeken naar vagen. En waarom zitten vagen dan meer in de rivier dan... Wel, die vagen zitten overal. Zitten in de grond, zitten in het water. We kunnen die gaan zoeken ook in de riolen van de ziekenhuizen. Dat doen we ook regelmatig. De beste plek om op zoek te gaan zijn de plekken waar veel van die bacteriën zijn. Ja, absoluut. En dat absoluut. Is eigenlijk de reden dat we dat nu naar het water gaan. Okay. Ja. Ah, en we gaan nu zoeken naar de juiste vaag vanaf het bruggetje. Absoluut. Het is niet echt een moderne bezigheid, hè? Nee, zeker niet. Ja. Dit gedeelte kan niet klassieker genoemd worden, dat is waar. Ja. En als we nu hier staan of bij die andere brug, maakt het dan uit? Het interessante is dat we naar Rusland kunnen gaan of ergens in Afrika en vaak dezelfde bacteriofagen of heel soortgelijke bacteriofagen gaan terugvinden. Dus het is eigenlijk wat we nu vangen is gewoon wat er in de hele wereld is. Zo kan je dat stellen, ja. Nu hebben we water. Hoeveel vagen zitten daar dan in? In zo'n emmertje zitten miljarden vagen. En dat is het interessante, maar natuurlijk weten we op dit moment nog niet voor welke bacterie. Het is pas als we het waterstaal gaan samenbrengen met een bepaalde bacteriestam, gaan we zien, zit er in dit staal de juiste vaag waar we op zoek zijn. Zou ik ook een setje aantrekken of hoeft dat niet? Oh, dat mogen jij als je dat mag. Mag ik dat zelf eten? Okay, van small naar XL. Misschien ben ik toch XL. Goed, dus deze waterstaal moeten we uiteraard filtreren. En dan gaan we dat toevoegen aan zo'n maatbeker met groeimedium. Lukt het? Ik heb echt een kleine aangetrokken. Oké, sorry. Size matters. Ja. In dit groeimedium laten we de vagen los en dan de volgende ochtend daarna zal dat terug helder zijn, maar zal het wel vol zitten met specifiek die vaag die onze doelwitbacterie. Dus eigenlijk, het is ongelooflijk, maar dus het medicijn voor die superbak zit gewoon in de gracht, hier voor de deur. Inderdaad, dat kunt je stellen. Ja. In Leuven doen ze nog voornamelijk fundamenteel onderzoek naar vagen. Maar in dit land worden vagen al jaren als alledaags medicijn gebruikt. Georgië.
ben in Tbilisi, dat is de hoofdstad van Georgië. En we zijn onderweg naar het Eliava Kliniek. Dat is een van de meest vooraanstaande centra voor vaagonderzoek ter wereld. De reden dat dat in Georgië is gevestigd is omdat in Europa we eigenlijk sinds 1940 altijd antibiotica hebben gebruikt. Omdat de Sovjets nauwelijks toegang hadden tot antibiotica, waren vagen hier lange tijd het enige beschikbare alternatief. Wow. Kijk die zuilen. Welkom bij het Vaag Instituut Georgië. Het is vrij groot. We gaan op zoek naar dokter Kutateladze. We moeten eerst door dit smaakvolle maar lege gebouw weten waar de receptie is. Want er is niemand hier binnen, lijkt het. Maar het is wel heel erg mooi hier. Oeh, deur zit dicht. Even kijken. Ik weet niet of dit de plek is waar we moeten zijn, jongens. Hallo. Sorry. Oeh, dit is. Het is echt alsof je de 19e eeuw inloopt. Zullen we dit. Ah. Dr. Kutateladze? Yes, it's me. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Could you explain to me how phage therapy works? First, when the patient is coming to the Eliava, we try to identify the pathogen, what caused the disease. And then the next step is we have to select the phages which shows the activity against this bacteria. And then doctors decide what kind of approaches, the methodology should be used for phage treatment. So this is one of the laboratory where we have bacteria isolated from the different infections. So these are bacterial loam, bacteria on the petri dish, and these are the individual phages. When we have the transparent zones, it means that it works against this bacteria. It kills, it eats this bacteria. Like, well, the five doesn't do anything. And three is starting. This is, yes, this is not very good. It doesn't work. But yeah, it shows a weird reaction. Yeah, it's a weakly reaction, but in any case, if we have some reaction, even the very weak, we can make them stronger. De werkzame vagen worden vervolgens tot geneesmiddel verwerkt. Het Eliava Instituut heeft zijn eigen apotheek, waar je onder andere cocktails bestaande uit verschillende vagen kunt krijgen. Hier kan je dus de commercieel verkrijgbare vagen kopen, die je kan inzetten tegen allerlei verschillende bacteriën. Maar bijvoorbeeld deze kunnen we gebruiken tegen Salmonella. En ze zijn voor bijna echt een paar honderd bacteriën, kan je deze gewoon kopen. Net zoals dat je antibiotica kunt kopen bij de apotheek eigenlijk. In some cases, we have patients where these commercially available phages do not work. Then we are going to our collection of the phages and we try to select active phage against the specific targeted bacteria. And this is very important. This is very important direction of phage application. It's like a personalized medicine. So let me show you one part of the collection of the phages. This fridge is just part of the Eliava collections, which has a lot of hundreds of good bacteriophage. For example, this is just very small part of those, and this is phages against E. coli, again Pseudomonas aeruginosa. So this is good viruses that can be used for treatment. Jaarlijks maken honderden patiënten gebruik van deze vaagcollectie. Een van die patiënten is de 16-jarige Mark uit Frankrijk. Hij is speciaal voor de vaagtherapie naar Georgië gekomen. Could you tell me what treatment you are giving him right now? This application of phage, meet two type of phage. This is staphylophage and bacteriophage. Bah, la peau qui se refait tous les jours, la couleur rouge et d'autres petits symptômes, gros ou petits symptômes partout. Bah, ça fait mal, souvent, et ça gratte souvent aussi, oui.
Oh oui, on en a essayé plein. Il y a eu beaucoup d'antibiotiques. Les antibiotiques ont marché pendant un certain temps, à peu près un mois. Et après, le corps était devenu résistant, donc on a repris un autre antibiotique et ça faisait la même chose. Donc à force, ça ne marchait plus en fait. Mark came to us from France with a very rare genetic disorder, which is Netherton syndrome. He had a lot of episodes, just sepsis, when the infection goes to blood, and time by time he's taken to the hospital to treat with the antibiotics. And when you have antibiotic resistance, you cannot help him with antibiotics, so and he could die. He came here to find the last chance to be treated. We hebben 2 dagen geleden Mark voor het eerst ontmoet. Hij heeft een vaagbehandeling gekregen en we gaan nu kijken hoe die is aangeslagen. Hallo. Hallo. So Mark, how do you feel now after 2 days of treatment with phages? La peau elle tire moins. Enfin, qui se rapproche plus à une peau normale entre guillemets, parce que je vais mieux et donc ça améliore le corps, enfin, la santé. Pas pour l'instant, ça sera vraiment au bout de quelques semaines que je vais les sentir les résultats. How do you feel about the future in the next 3 months? Faut continuer les phages tant que ça marche, voilà, c'est bon. Mais je suis très, enfin, on va dire terre à terre, c'est ça. Okay, guys, thank you so much. Okay. Good luck. So, what I was curious about is there any risk in the treatment? In the treatment, there is no risk, absolutely. As soon as we have phage in vitro, so in the laboratory investigation, that it works against this pathogen, then there is absolutely no risk for treatment. There's actually a lot of scientists who either don't know about phage treatment or are very skeptical about it. They even wonder if it's safe. Why do you think this is? You know, first of all, it's a lack of information and the lack of knowledge. Of course, the people are scared that this is virus. You cannot use the virus for treatment. But again, it goes back to the lack of knowledge that it is only bacterial virus. It is specific only against the specific bacteria. It's possible to have some kind of resistance to the bacteriophages, but in case you have some resistance, you can always find a new phage to fight this phage-resistant bacteria. Het Eliava ontvangt veel wanhopige patiënten uit het Westen zoals Mark, omdat de westerse regelgeving vaagtherapie nog niet toelaat. De resultaten in Georgië voldoen namelijk niet aan de gangbare wetenschappelijke eisen. We hebben een afspraak in een brandwondencentrum in de buurt van Brussel. Goedendag. Hier werkt dokter Jean-Paul Pirnet. Hallo. Goedemorgen. Pester, aangenaam. Hij en zijn team hebben een manier gevonden om vagen toch als geneesmiddel te kunnen produceren en gebruiken. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de clean rooms. De schone kamers. De schone kamers. Ja. Dan moeten we nu beginnen met de kledijprocedure. Dus zo. Okay. Voor. Ja. Uiteraard. Zo. Wat is de reden dat we deze kledij aan moeten? Dit is om te maken dat er geen deeltjes van ons, voor het huidschilfers, in de omgeving komen. Hmm. Maar het is een omgeving met heel weinig deeltjes. Dus hier valt dat nog mee. Het is een zone D waar je minder dan 10.000 deeltjes per kubieke meter hebt. Okay. Maar het gaat in stappen naar zone A waar je minder dan 10 deeltjes per kubieke meter hebt. En geen enkele van die deeltjes mag een bacterie zijn. Wauw. Wij konden niet verder dan zone D. Onze camera verspreidt namelijk te veel deeltjes om bij zone A naar binnen te kunnen. Dus in principe moet je ook maken van nu dat je haar... Oh, mijn haar mag er niet onderuit komen. Ja, bij jou is het iets lastiger natuurlijk. Oké, dit is heel overduidelijk
anders dan wat ik in Georgië heb gezien. Maar wij in Europa, we gaan uit van de, wat men noemt, de precautionary principle. Mm-hmm. Dus wij moeten eerder aantonen dat iets veilig is. Die wet die is voornamelijk gemaakt voor conventionele geneesmiddelen. Mm-hmm. Aspirine bijvoorbeeld, mm-hmm. of antibiotica. Dus die laat minder toe dat men fagen gaat ontwikkelen als medicijn. Mm-hmm. En fagen zijn ergens levende entiteiten. Die zijn niet stabiel, dus die evolueren. Mm-hmm. Het is heel moeilijk om die dan te ontwikkelen binnen het kader dat gemaakt is voor stabiele geneesmiddelen. En hoe heeft u ervoor gezorgd om binnen dat conventionele kader vagen te ontwikkelen tot medicijn? Wij ontwikkelen ze niet tot een klassiek medicijn, zoals de mensen kennen, maar tot een magistrale bereiding. Dat is die magistrale bereiding, dat is een onderdeel van die Europese wetgeving. En die laat meer flexibiliteit toe. Bij magistrale bereiding mag een apotheker zelf een medicijn in elkaar zetten uit losse stoffen. Dat is wat Jean-Paul met vagen doet. Hij krijgt inmiddels aanvragen van patiënten met allerlei verschillende infecties. Maar het centrum in Brussel heeft maar een beperkt aantal vagen. Met name tegen infecties die voorkomen bij brandwonden. Wetenschappers zoeken nu naar vagen in het wild. Er zijn ook al onderzoekers bezig met het ontwikkelen van designervagen met behulp van genetische modificatie. Daarom zijn we vandaag in Zwitserland, waar we op bezoek gaan bij Samuel Kilger. Oh man, kijk die mosterdgele sfeer hier. Zwitserland. Hallo? Oh, hey. Hey. Good morning. Good morning. I'm Wester. Hi, Sam. Nice to meet you. I'm just really curious how you design a phage. The starting point is an isolated phage, something we find in nature. The first step that we have to do is we need to know the DNA sequence. The DNA is what you've seen here as a black line. We split that DNA into several fragments. For instance, add a new fragment that we're interested in, a new function to the phage. We then reassemble the whole DNA sequence of this phage, now with a new function. And then we need to take that DNA and use that to create that designer phage, which we do in a specific cell type. And what we end up with is this engineered or this designer phage. Yeah. There's like billions and billions and billions of phages. Why is it better to modify those that you can find instead of just looking for the right one? Well, it's a tough question. I would say if you're very lucky, you will find a great phage. And this phage will do exactly what you want. But the reality is that very, very often you don't find that phage. They are so specific that sometimes you have a strain, you want to kill it with a phage, but this phage just won't recognize that strain. And on top of that, if we want to take the phages basically to the next step, meaning that it becomes actually a treatment, it is better to have a phage you understand very well on a genetic basis and to basically design that phage to become better, then always isolate a new phage. So what we're trying to do, for instance, is to engineer phages in a way so that they can now recognize and kill that specific strain that you're interested in. Mm-hmm. Is there going to be bacterial resistance towards them as well? Yes. I mean, it's a general rule of biology that you will always have resistance against any treatment you do. At the same time, we have also learned, because we understand the mechanism of resistance for many of these systems, we can also think of strategies to circumvent this, so to basically teach the phage to be smarter than the bacterium. But in the end, there is no world in which there is no risk. But I think that the risk that we basically impose on the body by using broad-spectrum antibiotics is for sure much larger than the risk of using a designer phage. Je kunt een vaag dus zo designen dat hij de eigenschappen heeft die je wil. Maar de kans op resistentie is nog steeds aanwezig, zelfs tegen designervagen. Een Nederlands bedrijf is bezig met een hele interessante ontwikkeling op dit gebied. Ik ben nu onderweg naar Björn Herpers. Björn Herpers is medisch adviseur bij Mikrios. En dat is een Nederlands bedrijf dat onlangs een vaagbehandeling op de markt heeft gebracht. Voor dingen zoals acne en eczeem. Ga je mee naar de kliniek? Ja, zeker.
Dit is de bacterie Staphylococcus aureus. Mm. En als die resistent is tegen antibiotica, dan noemen we dat MRSA. Methicilline-resistente Staphylococcus aureus. En die bacterie is beter bekend als de ziekenhuisbacterie of de superbug. En dit is de bacterie die heel vaak in de krant komt, die wereldwijd problemen geeft. En die bacterie is bij eczeem verantwoordelijk voor de inflammatie, de ontsteking, de roodheid, de jeuk, dat soort symptomen. En ook bij acne geeft deze bacterie dus dat ontstoken aspect. Om deze bacterie aan te pakken, hebben Bjorn en Mikrios het middel Staph-effect ontwikkeld. Dit middel wordt al gebruikt tegen eczeem en wordt nu op de Hogeschool Utrecht getest tegen acne. Staph-effect maakt gebruik van het wapen van de vaag, een eiwit met de naam endolysine. De vaag heeft een hele ingewikkelde levenscyclus. Hij moet landen op de bacteriecel. Dan moet hij zijn DNA inspuiten. Dat DNA dat moet leiden tot de aanmaak van nieuwe vagen en dan moet hij eruit komen. Dat doet hij door van binnenuit die bacterie kapot te knippen. En dat schaartje waarmee hij dat doet, dat is het endolysine. Mm-hmm. Het voordeel als je alleen het wapen van de vaag gebruikt, is dat er geen resistentie is. Hoe kan het nou dat er dus geen resistentie optreedt bij deze zogenaamde schaartjes of ja, Staph-effect en wel in andere gevallen? Ja. Hoe kan dat? Als er resistentie optreedt, dan past de bacterie zich aan. Om zich te kunnen aanpassen, moet die dus iets kunnen veranderen. Nou, het target waar zo'n schaartje, zo'n endolysine, op aangrijpt, dat zijn onderdelen van de bacterie die zo essentieel zijn voor de structuur van de bacteriewand, dat die niet kan aanpassen. Het is alsof je het cement uit de muur zou nemen. Dan stort de muur in. Je kunt niet zeggen, ik gebruik geen cement. En zo'n schaartje, die knipt eigenlijk het cement weg. Nu is het zo dat in het endolysine dat wij gemaakt hebben, daarin zitten verschillende schaartjes gecombineerd. En je kunt je voorstellen dat als tegen één schaartje het al moeilijk is om resistentie te krijgen, als je drie van dat soort schaartjes gebruikt, hoe moeilijk het dan is. We hebben het geprobeerd in het laboratorium om resistentie op te wekken en het lukt niet. Deze endolysine zijn dus mogelijk een oplossing voor deze superbug. Voor de MRSA wel. Deze technologie met endolysines is op dit moment nog niet geschikt om te gebruiken tegen andere bacteriën. Omdat die aan de buitenkant net iets anders uitzien dan de Staphylococcus aureus. Endolysine medicijnen als Staph-effect kunnen bepaalde infecties gaan genezen. Anders dan bij de meeste gebruikte antibiotica doodt het, net zoals vagen, alleen de slechte bacteriën en laat het de goede met rust. Om meer soortgelijke medicijnen te ontwikkelen is er nog veel meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar hoe het immuunsysteem reageert op vaagtherapie. Hoe dan ook, zullen er bacteriële infecties blijven bestaan die niet met endolysines of vagen te behandelen zijn. De tijd dat we één pilletje kunnen nemen en dat dan al onze problemen voorbij zijn, is binnenkort echt voorbij. Antibiotica-resistentie is één van de grootste medische uitdagingen van de 21ste eeuw. In de strijd tegen de superbacterie moeten we elk wapen gebruiken, zeker ook vaagtherapie. Toch komt echt fundamenteel onderzoek in Nederland nog nauwelijks van de grond. Dat komt door een combinatie van onwetendheid, verouderde regelgeving en een tekort aan investeringen van zowel de overheid als het bedrijfsleven. Wat je natuurlijk nodig hebt om een geneesmiddel te maken, is geld. Hè? Al die onderzoeken en ontwikkeling kost heel veel geld. Dus subsidies daarvoor, wetgeving die past bij dit soort nieuwe technologieën, dat is heel belangrijk, omdat dat anders de ontwikkeling tegen kan houden. We don't say that you know bacteriophages can solve any problem. Of course not. But for my opinion, the Western world should consider our experience because the number of patients is increasing every day. If 100,000 people die every year from antibiotic resistance in 5 or 10 years, it's going to change the perception of what we are willing to do to fight bacteria. I think if we reach that stage, and I hope we don't, then we will be happy to have any alternative to using antibiotics.